Dan moet je het juist zo laten neerzetten, omdat jij de voorpersoon van je team bent. Dat mag ik even boven water. Duiken maakt zich gereed. Ja, Jan-Willem de Jonge. Zeg, een duikoefening, hè? Een, nou, laat ik zeggen een grote, maar wat is er aan de hand? Wij oefenen momenteel een slachtoffer te water. Dus er ligt een slachtoffer in het water en daar maken de duikers hun zoekslag op om uiteindelijk het slachtoffer boven water te halen. Oefenen, het wil ook zeggen, er zal wel niet een levende in liggen. Wat gaan ze zoeken? Wij hebben een speciale pop die verzwaard is. Heeft dezelfde omvang als een mens, zeg maar. Dus alles zit erop en eraan. En die halen zij boven water. In eerste instantie op onze eigen veiligheid. Daarnaast letten we op de duiklocatie zelf, waar we gaan duiken, hoe dat de bodemgesteldheid is. En daarnaast hebben we dat allemaal in voorbereiding, zeg maar, op onze mediasystemen zitten, zodat we eigenlijk altijd weten waar we gaan duiken. Ik zie ook een duiker op een bankje zitten. Dat is niet voor niks, denk ik. Nee, dat is onze veiligheidsduiker. En die is er alleen maar voor de veiligheid van de duiker die in het water ligt. Hoeveel keer per jaar rukken jullie niet uit? Nou, het afgelopen jaar, het is nu januari, dus we kunnen 2022 mooi nakijken. Maar zijn we tot 150 keer uitgerukt geweest. Ja. En ernstige incidenten? Die zitten er ook tussen. Maar het gros van de incidenten is wel de meldingen die mensen maken door kinderfietsjes langs de kant, andere fietsen langs de kant, dat soort dingen. Ja, een laatste vraag. We zien tegenwoordig niet één duikteam, maar je ziet ook wel oppervlakteteams. Gaan we groot opschalen en dan afschalen? Dat is in principe wel onze werkwijze, ja. Ja. Dus op het moment dat we een melding krijgen van personen te water, schalen we in eerste instantie groot op. De oppervlakte-reddingsteams gaan mee om de walkanten af te zoeken, zodat ook de duikteams, zeg maar, echt in het diepere water hun werk kunnen doen. Zijn er voldoende duikers? Nou, momenteel loopt er bij ons een werving- en selectietraject, want we zijn op zoek naar nieuwe duikers. En niet alleen duikers, maar die zijn dan ook brandweerman? Ja, je bent in de basis brandweerman en daarnaast heb je als specialisme het brandweerduiken erbij. Je bent net iets te ver links afgegaan. Je zit nu onder die grote eerste boot. Je was de eerste die ging duiken. Hoe is het onder water? Nat en koud. Ja. Je ziet weinig, dus je moet alles op de tas doen. Ja. Hoe is het nou als je een alarm krijgt? Wat gaat er door je heen? Vooral focus en alertheid, denk ik. En dan kom je te plaatsen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat iedereen zijn ding doen waarvoor je hebt geoefend. Iedereen is goed getraind en iedereen is goed op elkaar ingespeeld. Dus dat gaat meestal als een geoliede machine. Ja, dan zit je onder water. Blik op oneindig, maar je ziet niks, hè? Hoe gaat dat? Ja, training eigenlijk. Ja, je doet alles op de tast en je zoekt een gebied heel secuur af. Ja. En daarna ontspannen. En daarna ontspannen, uiteraard.